Dat gaan we kijken naar het laatste plekje van die
de finale van die 8 jaar. De Ieter van de vier van de Kiva Kustus. Ik ken het al vaak, dus ik denk dat hij de laatste die zie zal binnen gaan slepen. Dat betekent dat de afstand moet hebben. De Kustus van de Leuk. En ik denk ook van dat avond. En dat afstand is nog voor de finale. We gaan inmiddels naar de 9 jaar. En dat is een heel nieuwe startpositie. Maar een nieuwe tactiekpositie ook bij die 9-jarigen. Op de tweede plaats zien we dat het schiet van de wetering heeft. Op die derde plaats is het Max Nijkamp. Die naam is Kelderhout en ook nog een dingetje van de finale. Zo binnen gesteken op die meestuintje naam. Die pakt dan het laatste ticket hier in deze race 8 bij de 9-jarigen. Het laatste ticket lijkt in handen van Benny van Zetten. Hij zit op die vierde positie. En als dat klopt wat ik zeg, dan betekent dat we maar Renny Ruim zijn afscheid moeten nemen voor die finale. Ik heb het niet gepland en de kosten van de nieuwste. We gaan kijken op die derde plaats.
daar rijdt dan de Rubensvereniging op dit moment rond. Dat zou in het best wel een sectorium kunnen zijn van die Rubens. Om die sector stuur voor de groepen, op de sector die daar mag de lichter tekenen zitten. Beide meiden van 13 plus, ik ben een stukker. Die staat hier van de AJA-fonds. Wij doen goed weg van deze meiden van 13 plus klasse op haar naam en haar schuil. Ze is inmiddels op de tweede plaats die Daisy Herber, die voor 22 jaar over de Turkse bedoeling op de derde plaats. En daarachter zien we dan Michelle Lafonder die op de vierde positie. Ja, hoe die eruit gaat zijn, dat is nog even spannend. Het is niet van AJA-fonds. Die een beetje weer in de slijt. Daarachter zullen we straks moeten gaan zien. Ik kan het in de dag weer van deze jongen. Jullie zijn de derde man. Deze is een beetje aangekomen. Toen staat hier aan de binnenkant van de richting van de moeder ook. Bert Koemans volgt dat goed op de tweede plaats. De derde plaats zien we dat Kevin de Schotboom. En dan hebben we Rico Ekenboom die laatste vlieg van training aan de lijn hebben. Wordt het denk ik erg lastig voor de rookkantoren omdat die de wereld te gaan halen van de halve finale bij de 14 plus. De 17 strakke 14 plus goede start in de midden met de dingen buiten van de rookkantoren. Zij wachten de punten. Die dat voor de 16 verder of is het de rommel van deel die we hier de tweede positie pakken. De rommel van deel die de derde positie pakt van de tweede positie. Het is daar niks te bij de rommel die we tweede plaats van de rommel deel. Ik wil nog één plekje over de volgende ronde. Op die plek eruit kreeg in ieder geval zakte ronde met 718 punten. De positie van de positie van is twee zo verliefd. Ik doe nog één punt. Ik doe nog één punt. Dan komt mijn dag van de hoogte hier goede jaren. Gaan we kijken wie er ook tot de tweede keer. Ik denk dat we deze keer terug zullen zien in de volgende ronde. Dat lijkt ook goed te komen voor de Rieder van de Heijden. Hij zit hier op de vierde plaats. En het gaan we dan ook terug zien in de halve finale bij de Rieder. Ook daar nog een aantal mensen bij. Vier stuks op de fiets zijn. Die komen uit deze ronde. Deze moet worden gehaakt hier de competitie voor het Barcelona. En daarachter zien we dan ook heel erg van Duisburg. Op de vierde plaats is dat Anja van Dins, dus inmiddels hulpdiensten bij Zagen Klaar, werkt worden, dus een droom geworden. Maar deze vier heren zullen we waarschijnlijk terug gaan zien in die volgende ronde. Dat is de samenzet en klasse 14 plus. Hij pakt hier ook mee in de derde maand van de toer.